Kijk eens even en hoe. Wow, dit was de bedoeling. Ik ben Floortje, ik ben 32 jaar. Normaal zou ik samen met mijn vriend Olivier hier zijn. Hallo. Maar hij is gisteren 260 kilometer naar Duitsland gefietst. We willen graag iets doen aan onze keuken. Ons huis is 2 jaar oud. We hebben een hele nieuwe keuken geplaatst. Met 1 deel wat laag is. En daarachter hebben we dan een witte muur. En die witte muur vinden we maar saai. We willen er iets mee doen. Maar we komen steeds niet verder omdat we het toch spannend vinden. En we weten niet wat. Dus daar willen we graag wat aan doen. Floortje, wat gezellig dat je er bent. Ja, leuk. Brand los, wat heb je mee? Nou, ik heb mijn moodboard meegenomen met wat afbeeldingen van ons huis. Ja, de keuken is best massief, met hoge kasten. En er zit hier in het midden eigenlijk een beetje kale plek is het. We hebben al ideeën gehad met tegeltjes bijvoorbeeld. Met dat verven erboven, dacht ik, is wel mooi. Alleen dan zitten we van, ja, is het niet... toch niet te heftig. We vinden het dan best wel eng. Ja, we komen er niet uit omdat ik dan ideeën heb. En uiteindelijk mijn vriend bang is dat het niet rustig genoeg is. Of dat het toch wel te spannend is. En dan tot waar ga je dan tegelen? Nu dan tot het plafond tegelen of tot halverwege? Ja, dus dat jullie willen tegelen, ja. Dat staat eigenlijk wel vast. Ja, het mag best wel een tegeltje zijn, zeg maar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld contact met een kunstenares die tegels beschildert. Dus je zou bijvoorbeeld ook nog hier een soort van heel gaaf kunstwerk van kunnen maken. Ja. Je kan bijvoorbeeld een dier heel groot laten tekenen. Of deze pauw heel groot. Maar ik denk dat dat echt helemaal wauw is in jullie keuken. Ja, dat denk ik dat het ook heel leuk is. En dan de witte muren zand. En zou je dan alle witte muren zand kunnen maken? Dat het allemaal mooier, zachter naar elkaar toe trekt. Ook de plafonds. En ook de plafonds. Okay. Zou je dat doen, ja? Ja, dan krijg je echt één geheel. Dat is wel spannend. Altijd oververven. Okay. Ja, ik heb heel veel zin om te beginnen. Ik kan eigenlijk niet wachten, omdat ik gewoon wil dat het af is ook. Ik ben er klaar mee. We hebben al te veel ideeën gepasseerd en dit is nou het idee. Kunnen we ook zeggen dat het het idee van Roos was? Dus. Nou, we hebben zojuist de eerste ontwerpen ontvangen. Ze zijn heel erg mooi. Maar ik heb nog niet helemaal het wauw-effect. Krijg ik gelijk een beetje buikpijn van, gaan we er wel komen? Wordt het echt wel mooi? Wordt het niet te druk? Of te kinderachtig? We gaan nog wel even terug om te vragen dat ze misschien iets meer richting ons jungle thema kan. Hey, hallo, zijn we weer. Kleine update. Inmiddels hebben we verfsamples besteld. Kleine potjes. Zoals je ziet hebben we hier bijvoorbeeld opgehangen. En dan zie je al hoe mooi het kan zijn. Met als contrast met het behang. Nou mensen, we zijn een paar dagen verder. De woonkamer is geverfd en ik ben al super blij met het eindresultaat. Alle tegeltjes zijn binnen. Zoals je ziet zijn ze gelukkig allemaal genummerd. Dus dan kunnen we wel mooi het patroon gaan leggen. Er hoeft nog wel even een dingetje, maar maandag komt de tegelzetter. Dus het gaat helemaal goed komen. Ja. Hallo! Hey, welkom! Ik heb jou nog helemaal niet ontmoet. Hoi, Olivier. Hoi, ik ben Roos. Leuk je te ontmoeten. Kom binnen. Ik ben benieuwd. En kijk eens even en hoe. Wow! Ja? Yo, wow, zoals ze dat zeggen. Jeetje jongens, wat gaaf. Echt heel blij mee. Ja, je hebt hem goed doorgevoerd. Zonder jou echt nooit gedurfd. Zo'n eyecatcher. Dit is dus wat ze noemen een statement piece. Nou, ik heb nog een kleine statement piece. Gezellig kaarsje. Wat leuk. Voor erbij. Koud, mooi. En je ziet dus inderdaad maar weer, als je doet, moet je het goed doen. Want dit is gewoon echt wauw. En dit had ook gewoon denk ik niet zo uitgepakt als je allemaal kleine patroontjes had gedaan. Heb jij het erdoor moeten drukken, Floortje? Ik zie Oliver echt kijken. We hebben al wat discussie gehad, maar als ik nu zo zie dan... Ja, hij voelt voor mij niet de aanwezigheid. Hij is gewoon, blendt ook goed weg in het rest van het interieur. En, ja, ik ben niet zo'n fan van poesjes als Floortje, maar ja, ik heb het door laten gaan. Ja. Maar verder, ja, de tijger wordt ook doorgevoerd in accenten nog door het huis. Ja. En daar blijft het bij. Als het aan mij ligt. Nee, maar het is wel één geheel, daar ben ik heel blij mee. En het klopt ook in de ruimte. Alle muren zijn shaded white geworden. Shaded white. En bij comfort vind ik ook dat de plinten nu mooier naar voren komen. Ja. En nu vind ik ze echt mooi blinken. Ja, en dat doet die kleur. Het maakt het zwart wat minder hard, want je hebt de keer waar we het over hebben gehad, best een heel massief zwart blok staan. Ja.
En het maakt nu gewoon net allemaal wat zachter. En dan die wauw tegelmuur. Alles komt gewoon helemaal mooi samen. Het huis is af, volgens mij. Super tof. Het durven door ja, hoe jij altijd alles dingen samenbrengt, durfden we er volledig op te vertrouwen dat het ja, helemaal mooi zou worden. Dus dankjewel. Zo cool dat ze dus hebben gedurfd door te voeren wat ik had geadviseerd. Hier hou ik van dit soort mensen die gewoon net out of the box durven te denken en het gewoon doen. Top!